Auto is op 100 meter van het startpunt. Nou, dat waren een hele korte 100 meter. Want de start is gevallen. Start valt en aan de buitenzijde wordt de leiding genomen door Brouwer en Lotte de Vlieger in de kleuren van Merwe Staal-Moerdijk. Deelnemers zijn in de rechte lijn overzijde. Brouwer aan de buitenzijde is goed weg. Aan de binnenzijde ligt daar Red Lady met Finn Verkijk. En plaats 3 is voor Dani Cordel met Jannes. Daarachter op plaats 4 komt aan de buitenzijde naar voren. Dat is Charlie en daarbij zit ook Felicia. En daarachter volgt dan Paulien. En zo gaan de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Leiding is in handen van een de Vlieger. En niet zomaar een de Vlieger. De dochter van Rob de Vlieger, Lotte de Vlieger, ligt vooraan met Brouwer. Maar je kan er nooit gerust op zijn als je achter je hebt liggen Red Lady met Finn Verkijk. En dat is hier precies het geval. Die twee combinaties hebben afstand genomen van de rest. Derde plaats is op dit moment aan de buitenzijde in het paars voor Charlie en José Schut. En daarachter aan de relingzijde ligt Jannes met Dani Cordel. De voorste twee zijn weggelopen bij de rest. En inmiddels, dames en heren, zijn ze op een magisch punt. Het punt halverwege de laatste bocht. En de leiding is in handen nog altijd van Brouwer. Brouwer leidt. Aan de buitenzijde komt Red Lady al dichterbij. Ligt nog altijd op een lengte. En daarachter op plaats 3 is het een stuk spannender. Alhoewel daar ook Dani Cordel met Jannes nu toch ietsje voorsprong heeft genomen. En op de vierde plaats daarachter volgt Felicia. En zo zijn de deelnemers de voorste twee in de laatste rechte lijn. Frisian Escadé, mini-druiverij, met nog altijd Brouwer vooraan. En Finn Verkijk met Red Lady gaat nu een spoortje naar buiten. Hij gaat straks de aanval openen. Maar nog altijd leidt Brouwer. Brouwer aan de buitenzijde ligt nog altijd Red Lady en ze komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Maar Brouwer leidt en maakt een galoppade. Brouwer springt kort weg, loopt weer. Maar Red Lady is er inmiddels voorbij. Red Lady heeft licht voorsprong genomen. En zo komt hij met een halve lengte, driekwart lengte voorsprong die laatste meters in. Maar Brouwer aan de binnenzijde komt weer terug. Brouwer komt terug. Aan de buitenzijde is het Red Lady. Brouwer aan de relingzijde komt steeds dichterbij. Ze gaan op weg naar de streep. Het verschil is een ponyhoofdlengte in het voordeel van Red Lady. Red Lady wint hem net voor Brouwer. En daarachter op plaats 3. Dat duel gaat nog even door. Aan de binnenzijde is het Dani Cordel met Jannes. Maar aan de buitenzijde is Felicia net een tikje sneller. Felicia wordt derde. Op de vierde plaats volgt dan Jannes. De vijfde plaats is voor Charlie. Zesde plaats en een schouderklopje voor de twee Vinci. Goed gelopen. En daarachter het duel om de zevende plaats. En ook dat wordt nog even spannend. Namkje J leek dat te gaan halen, maar dat redt hij net niet. Zevende wordt Paulien. En de achtste plaats is voor Namkje J. En dan hebben ze allemaal gehad, Rogier.